Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we Fortune Street spelen en ik heb het spel nog nooit gespeeld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat een beetje de bedoeling is. Ik heb 69, ik heb gewonnen. Dankjewel. Nou, gefeliciteerd Milan. Nou mensen, dat was de aflevering. En ja. Tot een keer, laat eens. Ik ben met Jordi en Harm van de Subpar Guys. Jordi, jij doet gelijk de settings, neem ik aan. Ja, ik doe gelijk de settings. Paar dingen vooraf. Eén, deze game is een verslaving waar wij Milan nu aan gaan helpen. Dus als Jordi en ik vinden dit echt fantastisch. Als je afvraagt, hier kunnen we echt van genieten. Waar zijn alle video's gebleven van Shine Sprites? Nou, daar is je reden, die zijn gewoon allemaal weg. Het is echt... Jordi, misschien had je beter eerst kunnen rollen en het bord uit kunnen leggen. Ja. En überhaupt het spel aan Milan verder. Okay, Jordi heeft een 3 gegooid. Ja, dus Je kan zowel, in het begin kan je zowel naar links als naar rechts. Okay. Jordi heeft nu een ster. Dat betekent als wij nu een property kopen, ja. Je hebt een aantal geld heb je rechts staan. Dus je hebt 1200 real cash. Dat is gewoon je cash wat je nu op de mand hebt. Je hebt 1200 euro als money. Als gewoon money. Geld. Ja. Ja. Dus stel je gaat nu rollen. Dus doe rol maar. Yes. 6. Nou, dan kan je dus een kant op kiezen die je wil. En dan kan je gewoon op een plek landen. Kijk, pak maar een kant. Nou, in dit geval heb je een kanskaart. Ja, een kanskaart. Je krijgt dan een soort venture die je kan pikken. Wat de normale... Ja, je kan het door elkaar heen gooien, maar wat... de regel, meestal de regels die je met elkaar afspreekt, is gewoon hou je eigen lijn aan. En begin gewoon van links naar rechts. Of als jij daar wil starten, is het ook goed. Maar probeer dan wel die lijn aan te houden. Je kan ook maar naaien, maar in het begin is het... Oh, dat moet nog een keer. Als je bijvoorbeeld hier dus 4 achter elkaar op dezelfde plek hebt, krijg je dus 40 gold. Dus je krijgt hoe meer vakjes je naast elkaar hebt, krijg je geld. Dus je gooit nu 4 en nu heb je weer een suit. Okay, dus je kan nog een keer. Dit komt niet vaak voor, dus je hebt geluk. Ja, of je doet naar beneden. Okay, dat betekent dus dat we... Oh, rip! Oh, die is pijnlijk om die early game te krijgen. Je hebt nog geen ding, dus je krijgt geen geld. Oh. Ja, wat het eigenlijk is altijd de kanskaart wordt daar daadwerkelijk uitgelegd. De kaart die je net kreeg was... Krijg geld keer de hoeveelheid shops die je hebt. Dus, Milan, jij staat nu hier. Stel, jij gooit nu 1. Ja. Dan heb je dus in het gele property heb jij dus een gebouw gekocht van 120. Ja. Dan is het handig om in de overige 2 ook alle overige 3 ook daarvoor te gaan. Want dan kan je dus een monopoly krijgen. Mm-hmm. En dan worden je gebouwen meer waard. Okay. Als jij nu nog de ruit en de klaver krijgt, ja. Dan kan je terug naar de bank gaan en dan ga je level up. Qua geld. Dan krijg je dus meer geld en daarin kan je stocks in je gebouwen gooien. Door je stocks in gebouwen te gooien, gaan de prijs, als je hierop landt, gaat omhoog. Okay. Dit in de loop van het spel wordt het meer duidelijk. We leggen het nu een beetje de basics uit. Okay, maar het is toch wel een beetje ook de bedoeling dat je elkaar een beetje pest op het een of andere manier. Natuurlijk. Ja, je kan ook... Stel ik kom op deze terecht en ik kom daarna weer op terecht. Ja. Op precies hetzelfde. Dan krijg ik, kan ik mijn gebouw upgraden. Dus stel 74, dan is mijn shopprijs, zie je rechts staan, is 89. Stel ik land erop, dan kan ik hem dus straks gaan verhogen met stocks en weet ik wat de hele tyfuszooi. Naar, dan kan het eigenlijk 5000 worden. Ja, en de rest wordt zo meteen duidelijk. Eerste paar rondes is voornamelijk land op de dingen die niet zijn gekocht en koop huizen. Net zoals met Monopoly. Ik koop nu een huis, hoppa. Mijn ready cash gaat gelijk omlaag. Maar ik heb hier nu wel mijn eerste property binnen. Okay, maar je kan toch eigenlijk, omdat je dus altijd links of rechts kiest, zeg maar, kan je toch altijd gewoon zorgen dat je... Nee, je kan niet altijd links of rechts kiezen. Dat kan alleen in het begin. Oh, okay. En nu is het nog een simpel bord. Laat staan als je straks een gecompliceerd bord krijgt, maar dat is... Okay. Oh, take a break space. Ja of nee? En... Ach, kaar. Dit gaat voor mij te snel. Ja, dit zijn gewoon die kansdingen. Wat ik zeg, dit is gewoon, je moet het spel ervaren om het een beetje door te krijgen. Round the blocks! De arcade heeft gewoon een paar minigames. Sommige zijn puur individueel, zoals deze. Krijgt 3 op een rij. Simpel, that's it. Ja, rip. Ja, dit is RNG, gewoon rip. Er zitten ook RNG minigames bij. Het gaat echt nergens over.
Het is heel veel in één keer. Het is gewoon spelen tot je het op een gegeven moment krijgt. Denk gewoon aan Monopoly. Dat is het simpelste. Ja. Gewoon huizen kopen in een bepaalde straat, waardoor je meer geld kan verdienen. En uiteindelijk met stocks straks. Ja, stocks wordt is er een ding. Oké. Appa. Oeh, dat is toch gelijk een paar. Als wij nu dus op jou landen, stel ik kan het nu op jou, waar de kans aanwezig is. Nou, nu niet. Maar stel ik land op jou, moet ik jou 112 gold betalen. En nu de vraag, dus daarmee kan je elkaar ook naaien. En nu is de vraag, hoe win je dit spel als één iemand gewoon geen geld meer heeft of één persoon de target value heeft behaald van die map. Nou, in deze map is het wie heeft het eerste 10.000 gold. Nou ja, je begint met 1.000, dus je kan wel nagaan, dat duurt nog wel even voor dat je aan de 10.000 bent. Maar zo werkt het spel. Oké. Nou, ik krijg 10 gold erbij omdat ik de minigame goed heb gedaan. Bij die minigame memory block moet je nooit een kleintje kiezen, want dan dan krijg je niks. Wat die ster doet, weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Wat die ster doet, even kijken, kan ik het... Ja, ik kan wel even laten zien. Stel nou, ik had 2 gegooid, ik land op jou. Ik betaal jou 112. Als je Birdo ook wat van. Krijgt Birdo 20% van die 110 ook nog. Oké. En dat is alleen in die Birdo dat ze een... Zo'n ster heeft. Dat, dat is toevallig de ster dan. Jezus, jullie hebben wel geluk tot nu toe. Miss Venture, you throw what? Iedereen komt naar mijn locatie. Krijg ik dan ook die... Nee, je krijgt hem niet. Nee, dan moet je dus weer opnieuw gaan. Wat je dus goed, je straks... Straks moet je dus steeds ervoor zorgen dat je die suits hebt. Want als je die suits niet gaat hebben, dan ga je niet... Je krijgt gewoon geld als je niveau up gaat of iemand op je land. Dus je moet altijd voor die suits gaan lopen. Ja. Maar stel jij gooit nu 1 en je zou op jouw eigen property landen. Als je nu naar boven gaat, oké, okay, links is weer zo'n vent. Dus, ja, hetzelfde, maar dan zonder een suit. Ja, dus je krijgt dan niet zo'n klavertje of schoppen, maar je kan wel een kaart. Je krijgt wel zo'n kanskaart. Oké, en dit is een minigame. Dat is zo random. Dus Guard of Gold, ja, dat is RNG. Ja, dus wat je nu hebt is, je krijgt 2 roulettewielen. Eentje is, wat krijgt de persoon? Nou, veel geld, klein beetje geld, gigantisch veel geld of een joker. Ja, en een free suit dus. Ja. Dus dan zou je bij wijze van spreken, hoef je maar door 3 te pakken in plaats van... Dat, en deze is dan, wie krijgt het? Nee, in dit geval... Jordi krijgt het in dit geval. Jordi een 10 gold. Krijg ik 10 gold. Ja, er zit ook nog een spel waar je tot je een blob moet kiezen tot het dan een race is. Ja, dat is complete RNG. Ja. Nou, en nu is het interessant, want nu kan... Nu kan ik jou dus al blokken. Ja. Dus je krijgt straks... En die kan ik dus nooit meer kopen. Jawel, kan je kan hem overkopen of je kan gaan onderhandelen. Joh, Harm, ik heb daar een ding, jij hebt daar een ding. Wil je hem hebben? Ja, nu bijvoorbeeld Birdo. Nu is het voor ons alle drie is het eigenlijk is groen al kapitaalsvernietiging. Ja. Maar ja, Jordi moet mij dus nu al 65 gold betalen, omdat hij heeft mijn land. Hoppa, kaching. Daardoor sta ik nu eerste. En de bedoeling is dus dat het getal op rechts moet straks op 10k staan. Okay. Want dat is gewoon je aantal cash wat je in handen hebt. Alleen de cash is anders dan je cash links. Wat is je cash links dan? Ja, dat is gewoon je ready cash. Je normale cash is rechts. Denk maar zo. Ready cash, dit heb ik in de portemonnee, hier kan ik direct bij. Aan de rechterkant is, dit heb ik op de rekening staan. Maar dat geld staat ook bijvoorbeeld in een huis. Dus heb je niet de ready cash, kan het zijn dat jij misschien een huis of een straat moet verkopen om het te betalen. Bijvoorbeeld, jij hebt nu nog 500 gold. Deze kost 210, deze kost 120, die kost 320. Jij hebt dus nooit genoeg geld om nu voor dit een Monopoly te kopen. Ja, dus je moet daarmee ook gaan uitkijken. Want stel, jij koopt iets en jij hebt nog geen stocks, dan moet je weer een gebouw verkopen. Het wijst zich straks allemaal vanzelf als een beetje wat meer gekocht is. Ja. Okay. Ik schreef niet op, want ik heb nog letterlijk nog niks kunnen kopen, want ik land op letterlijk alle adventure dingen. Ja, Jordi, wat heb ik? Ik heb een paar gebouwtjes op verschillende continents. Hier, Birdo ook, hoppa. Leuk. Ja. dit maken dus fact, want de enige die... Ja, Jordi, mag Jordi moet de hele tijd betalen. Maar kijk, hij zou hem ook uit kunnen baaien, waarom je dat... Ik denk, even om te laten zien. Je bent niet goed. Je bent niet goed. Je bent al bijna bankrupt, man. Heb je hem nou overgekocht? Ja, dan koop je hem over voor 5 keer de waarde. Waarom gaan we dit potje door?
Jordi, je bent vakman. Komt goed. Het is nog vroeg genoeg. Nou, Birdo, pre-release. Wat, dit was toch niet 5? Dit is 4. Nou, blijkbaar niet. Maar wat je dus nu gedaan ja, hebt... Ja, ik stond dus op mijn huisje. Wat je nu hebt gedaan is al onlogisch. Je moet altijd zorgen dat je naar de kleuren gaat die je nog niet gehad hebt. Dat weet ik, maar... Dus je ik had kon beter niet, de andere ik... kant kunnen kiezen. Je kon toen, met, maar als je tegelijkertijd naar een spaceport gedaan, had je naar links gekund, dat je nu al een andere gehad. Maar dat maakt ja, niet uit. Okay. Gaat lekker door. Aldoende leert men. Nou. Oh, die is pijnlijk. Ja. Wow. Loose is all the goed, ik stop. Oké, okay, was wat gezellig, Milan. Dat was de serie. Nou, leuk spel. Mm-hmm. Hoppa. Dus nu heb ik er 2 properties. En daardoor gaat al die 2 properties, die gaan ook omhoog. Omdat je dus 2 in 1 gebied hebt. Dus stel, ik koop nu die ander nog. En Jordi, die... Dan moet ik dus Jordi uiteindelijk gaan uitbaaien om een monopolie te krijgen in dat gebied. Mm-hmm. Dus als ik hoop dat ik... Top, oké, okay, mooi. Dan hoop ik dus nu op 1 te komen bij mijn volgende turn. Want dan kan ik Jordi bij wijze van spreken uitbaaien. Maar meestal het uitbaaien doe je later in de game. Ja, dus niet wat ik nu net heb gedaan. Die was puur om even te laten zien van, hey, hoe dat werkt dat? Dat was echt helemaal saturen, ja. Ja, je kan dus nu alleen maar naar links onder. En nu kan je wel de keuze maken. Dus ja, je zou maar nu kunnen naaien, maar je kan ook naar rechts. Het is samen wat je wil. Dus ja, je kan hem nu stoppen. Als ik deze koop... Heb je nog maar 80. Oh, maar dat kost heel veel geld. Ja, dat kan je, die kan je kiezen. Oh, maar je moet hem kopen als je erop komt. Nee. Oh. Je kan erop staan. Ja. Dan krijg je de prompt, wil je hem kopen, ja of nee? Oh, oké. Okay. Dus ja, klik hier. Het is nu... Ja, stop hier, yes. Ja, oké, okay, maar wacht. Dan, wat ik ook gewoon kan doen. Ik kan ook... Oh, maar dat is niet slim trouwens. Nee. Ja, okay, nu heb je al op stop gedaan. Ja, maar ik moet even kijken hoe het werkt, hè. Dus, ja, daarom. Dit is ook even een tevens potje om te zien hoe alles werkt. Dus daarom neem ik ook sommige dingen even niet serieus. En voor de kijkers om een beetje in het spel te begrijpen. Ja. Ja, Birdo, die is genoeg ready cash. Ja, Birdo gaat goed. Oh, dat is natuurlijk kut. Birdo heeft natuurlijk een... Wacht, kan je niet met z'n drieën gewoon spelen? Nee, je hebt altijd een CPU nodig. Maar het maakt... Wat is zeg oh, maar... Oh, dat is een voordeel voor jou. Hoppa! Mm-hmm. Oh, gedecreased. Laat maar. Wat wil die weten, Milan? Wauw, wat een leuk spel zeg. Mm-hmm. Nee, wat wil die weten? Waarom moeten we in 1 lijn blijven? Dat maakt nog niet uit. Hoe bedoel je in 1 lijn? Ja, bij die klavertjes en die dat soort dingen zeg maar. Waarom... Dat is... Het maakt niet uit, maar je krijgt als je er dus 4 hebt achter elkaar, dan krijg je 40 pot. Oh, dus het maakt wel uit. Uiteindelijk krijg je, ja. Je krijgt er al geld voor als je een lijn netjes afmaakt. Dus daarom is dat kut als je met de CPU speelt. Want die kunnen je lijnen nog wel eens verneuken. Oh, nou mooi. Dan kunnen we het gelijk het stok gaan uitleggen. Stoks! Het favoriete gedeelte. Je ziet op je map, hier links, zie je je vakje staan. Nou, je bent in dit geval groen. Je hebt districten. Alles is in districten ingedeeld. Ja. Dus als je nu naar beneden gaat, nog je naar... Dit is een district van jou. Ja. Als jij hier in dit district geld wilt investeren, dan druk je dus op 2. In dit geval hier de knop waar je... En dan gooi je er geld in. Daardoor gaat dat district in prijs omhoog. Als iemand dan bijvoorbeeld op dat groene vakje van jou landt... Dan krijg je dus je aantal stocks wat je gekocht hebt, krijg je kan geld er bovenop. Dus je krijgt nu 17 gold. Maar in dat geval zou dat bij wijze van spreken, ik noem maar wat, 35 zullen zijn of hoger. Ja. Het handigste is om in het begin lekker veel stocks te kopen. Want je hebt toch nog genoeg ready cash. En dan daarna, hoe meer stocks, hoe beter het eigenlijk. Hoe meer stocks je hebt gekocht, hoe makkelijker het voor je tweeën van het maken bent. Leg ik het een beetje goed uit, Jordi? Ik weet het niet helemaal. Ja, het is mij aardig. Uiteindelijk wat stocks voor zorgt is, ook al heb jij niet al te veel huizen, met stocks kan je alsnog winnen. Ja, je kan, je kan alle stocks uitdelen en dan daardoor winnen. Dat is echt legendary. Oh. Ja, je moet, ik zat wel dus in dus ja, bij stocks ja. En dan moet je dus in het district waar je zelf in zit, moet je erin stoppen. Je kan er maximaal 71 gold in stoppen. Dus je kan nu op 2 drukken, maar dan heb je nog maar 3 ready cash. Ik laat even heel kort zien. Ja, ik laat even zien hoe het moet. Nee. Purchase amount. Ja. Oh, ja. Ja, zo werkt. Purchase amount. En wat je ziet is de stokprijs. Maar niet uit wat jij doet met het nummer. Is maar 8 gold. Dus
Dus aandelen gaat niet echt omhoog momenteel. Ja, één krijgen... gedeelte. Dus je krijgt er wel wat geld voor. Ja, maar dus je, krijgt... je gaat dus ook zoeken. Stel, je zou de stokprijs naar 9 willen. Dan kan je dus omhoog gaan om te zorgen dat de stokprijs naar 9 gaat. In dit geval, zo te zien, gaat hij niet omhoog. Nee. Maar dan kan je toch best gewoon helemaal geen stocks kopen. Of dan jawel, want als je beetje. Stocks hebt en jij landt op een shop van iemand anders en jij hebt alleen, je hebt geen stocks gekocht, moet jij een andere shop van jou gaan verkopen. Dus hoe, je gaat uiteindelijk straks geld verliezen en door het geld dat je verliest, kan je die stocks ervan afhalen, waardoor je weer in de plus gaat. Je moet zorgen dat je niet, het geld niet in de min gaat. En daarom koop je stocks. Oké. Okay. Je kan merken wie aandelen heeft en wie niet. Oké. Okay. Is 20 genoeg? 20 is zat. Is zat. Ah, druk weer op de verkeerde knop. Dat is fucking irritant. Goed. Ja, het is even je moet even muscle memory aanleren. Mm-hmm. Ja. Dus, je hebt dus nu, wat er nu gaat gebeuren, je stopt ja. Dan ga je nu dit praatje krijgen. Hoppa. En dan krijg jij er dus nu 20 gold bij, omdat je de stocks van 7 naar 8 hebt verhoogd. Okay. En uiteindelijk gaat dat straks heel hard. Ja. Nou, ja. Stop hier. Dat is dan voor mij kut. Nu gaan mijn shops dus dicht. Dus als iemand erop landt, betaalt hij niks. Wat? Niet dat iemand erop gaat landen. Ja, nu Birdo koopt dit sowieso. Voor hoe lang is dat dan? Eén turn. Dus totdat wanneer... ik weer aan de beurt ben. Ja. Maar dat is het heerlijk als straks een huis, een gebouwtje op 3 ruggen staat. Dan ben je blij gestemd. Dus ja, Jordi moet jou dus nu 15 gold gaan betalen. Plus de 3, omdat jij stocks hebt gekocht. Okay. Dus door dat ga je ook nog geld krijgen. Oké. Okay. En straks als je dus alle suits hebt, dus Jordi is goed onderweg. Als Jordi straks bij de bank gaat, gaat hij dus level up. En daardoor krijg jij dus weer nieuw geld. Want hoe vaker je dat doet, hoe meer geld je krijgt in je aandelen. Ja, en deze zou ik dan kopen. Het is in je straatje. Ja. En dus als je... nu gaan die ook weer omhoog. Alleen, dat hoe krijg ik nu makkelijk ready cash? Want ik heb bijna geen cash meer. Om door die suits dus te pakken. Dus als jij straks 4 rondjes hebt gemaakt, dan kan je, of jij hebt het rondje gemaakt en je gaat terug naar de bank, dan ga je dus level up en daar krijg je dus geld voor. Okay. Dat geld, dat wordt ook bepaald door het aantal stocks wat je hebt gekocht. Okay. Ja. Dus hoe krijg je ready cash? 1. Suits verzamelen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk naar de bank terug gaan voor je promotie. Okay. 2. Zijn dingen zoals deze minigame. Hier kan iedereen aan meedoen, het is niet individueel. Dus iedereen kiest uiteindelijk gewoon een paard waar hij op gaat gokken. Wat is het snelste paard? Het is compleet random. Ja, echt dikke RNG. Geef me ik kies de hoogste, maar ik weet toch al dat ik de lul ben. Ja, nou, heb je dat? Derde is stocks goedkoop inkopen en goedkoop weer verkopen. En duur weer verkopen. Jordi ligt eruit, ik ligt eruit. Ja, Birdo loopt aardig voor. Birdo loopt voor. En Middelmint. Middelmint. Dus bijvoorbeeld, je hebt nu stocks gekocht voor 7 gold. Het kan natuurlijk zo meteen zijn dat stocks opeens gigantisch duur worden. Oké. En dan heb jij 20 stocks die opeens 100 gold waard zijn. Ja, oké, precies. Nou, en dan krijg je de stocks verkopen voor weer ready cash. En natuurlijk de andere is, ik land op jouw ding terecht en dan krijg je geld van mij. Ja. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de manier waarop... Kijk, hoppa, Milan, dan ga je al hoppa. Oh. Je hebt gelijk kapot veel cash erbij gekregen. Dat soort dingen, dat helpt ook. Birdo gaat nu ook kopen, dus... Wauw. Birdo heeft straks een hele goede onderhandelingspositie. Je hebt kans dat Birdo ook gaat vragen hoe of wat je wil. Ik... Nu moet Jordi dus een store gaan verkopen, omdat hij niet genoeg cash heeft. Ja. En ik had ook de stores, want de enige store die ik heb is deze. Dus anders, als jullie die store niet had gehad, was je niet bankrupt geweest. Nu moeten wij dus gaan bieden. Ik was niet bankrupt geweest, want ik heb letterlijk 1300 betaald voor die shop. Om te laten zien van hoe dat werkt. Als je wil... Milan, het enige tip dat je wil geven, je kan elkaar hier naaien. Maar je kan elkaar ook gewoon iets gunnen. Ja, dus geef je het aan Harm, dan heeft hij nu 3 winkels in 1 straat. Ah, oh, ja, precies. Ja, ja. Nou, dat gun ik je. Ja... Dank je. Maar ja, je hebt ook kans dat ik moet verkopen, want ik heb ook weinig geld ready cash meer. Ja, en nu zie je het al. 50 tot 100 en 31 tot 62. Nou, ik hoef niet uit te leggen, heeft hij zo meteen de vierde, dan reizen die prijzen al de pan uit. Nou, niet zo heel heftig nog, maar als je echt een zwaar potje hebt, dan ben je goed te lul. Ja. Nou, nu kom je dus op jezelf terecht. Dat is ook leuk. Yes, stop hier.
Dan zou je dus in je eigen shop kunnen investeren. Omdat je stocks hebt, kan dat makkelijk. Dus je drukt nu weer op yes. Dan kan je één van je drie stores die je hebt, kan je kiezen. Dan zou ik op dit moment de duurste die je hebt kiezen. Okay, die dat is die 112. Druk je dus weer op 2. Dan kan je dus 285 verhopen. En dan gaat je shopprijs van 112 gaat naar 224. Dus als iemand erop landt, betaalt hij in plaats van nu van 112, betaalt hij straks 224. Het maximale aantal geld dat je erin kan zetten, was dus die, geeft hij gelijk aan. Dus als het 999 is, is het 999, maar dat is later. Hierdoor gaan de stokprijzen in je winkelstraat ook weer omhoog. Dus je krijgt hier automatisch ook meer geld door. Dit is eigenlijk een van de leukste dingen om te landen op je eigen stores. Want daardoor kan jij je stores enorm gaan investen. Dus inderdaad, het begin even kijken wat je moet doen. Hoppa! Nou, 131. Top! Daardoor gaat de prijs van deze waarschijnlijk wel wat omhoog. Nou, nu niet in dit geval. Maar ja, als ik nu op jou land, heb ik toch echt geen probleem. En nu land ik dus op mezelf. Dat is mijn voordeel. Dus kijk, ik pak deze. Ja, ik kan er 86 gold in gaan stoppen, maar... Ja, weet je, of het nou handig is, dat weet ik niet. Dus ik kan net goed een klein beetje gaan verhogen. Wat jij dus ook nu net hebt gedaan. Tot ik in ieder geval nog wat ready cash heb straks om überhaupt wat te doen. Dus ik verhandel ook weer deze naar 100. Hoppa. Ja, ik heb helemaal genoeg nog geen stocks in deze plek. Dus ik verlies eigenlijk heel veel geld hieraan wat ik nu heb gedaan. Het is eigenlijk een balans zoeken met... Ik heb nog een vraag. Oh, ja. Om zo'n vakje te mogen afkruisen, moet je dan echt op de... kaart komen, zeg maar. Dus op de klaveren komen of op het hartje komen. Nee, als je er voorbij loopt. Nee, ik pakte net dat hartje, alleen ik mocht niet van die... Nee, als je zo'n kaart hebt, dan moet je er echt op landen. Oh, oké. Okay. Nou, Jordi gaat dus nu level up. Promotion. Promotion. Jordi dus nu wat geld, 400. Ja. Zo. Dus het is geen wereldwonder, maar hoe meer stocks je hebt en hoeveel meer properties je hebt... Als jullie dus nu geen shop hebben, krijgt hij daar 0 geld voor. Ja. Wij krijgen, als wij dus level up gaan, krijgen we wel. Maar ja, Jordi kan nu het beste gewoon gaan investeren in stocks op een locatie waar die zou willen. Meestal kies je ervoor, bij wijze van spreken, in dit geval om in mijn properties te gaan investeren. Omdat ik al dichtbij een monopolie zit. Dus als ik nu een monopolie haal, stel ik krijg die 420 en ik heb het geld ervoor, dan krijgt Jordi ook kapot veel cash. Dus dat is ook nog een tactiek. Je gaat je stocks investeren in een plek waar het wat handigst is. Dus in dit geval de plek waar jij net hebt geselecteerd en de plek waar Jordi dus niet hebt geselecteerd. Dat is het beste wat je kan doen. Nou, deze shop kost 100. Je kan hem kopen. Dan heb je straks, ik weet niet of je daar ook een gebouw hebt. Nee. Maar ik zou nu dus op dit moment even uitkijken en proberen voor de suits te gaan. Ja. Ja, want het belangrijkste in deze hele game is, zorg altijd voor dat je ready cash hebt. Ja. Want ik heb, laat ik zo zeggen, Han maakt al de grap van bankrupt, maar dat zou niet heel veel schelen. Dus ik kan, in principe heb ik deze game al verloren omdat ik iets wil laten zien. Ja. Hier, nu. Is mijn voordeel. Kijk, deze straat die ik heb. Dit is bijna Luigi's territory. Mm-hmm. Ik heb nu het geluk dat Birdo op mijn geland is. Jordi moet nu de keuze maken welke kant hij op gaat. Nou, die gaat naar links. Dus die betaalt Birdo weer cash. Omdat hij niet in de min gaat, is er niks aan de hand. Maar nu moet jij dus nog het rondje afmaken. En het gevaar wat je dus nu loopt, is dat je langs mijn gebied hoe dan ook moet. Je moet dus ook tactisch gaan kijken waar je terecht gaat komen. Dus ja, ik kom nu op 4, jou als ik naar beneden ga. Ja, dan is het tactiek dat je naar rechts gaat en dan via rechtsonder... Dan kom ik alsnog op jou, maar... Je moet langs mij. Ja. Maar ja, je moet die suits hebben. Je kan nu weer stocks kopen. Kan. Of je hoeft geen stocks te kopen. Ik zou het wel hebben gedaan persoonlijk, maar dat is meer mijn persoonlijke mening. Nou ja... Prima, je moet me wel een klein beetje geld betalen. Dat is dus het voordeel voor mij. Hoppa. Nou, ik ga level up. En ik krijg meer cash dan Jordi, omdat ik natuurlijk meer properties heb. Het zal niet een wereld van verschil zijn. Hier, het is 128 meer. Ja. Nou ja, ik kan nu eindelijk in mijn eigen property gaan investeren. Dus dat gaat deze jongen toch ook even doen. Hatsa. Nou, mooi. Stop hier. Gaat hij omhoog. En ik krijg 48 en Jordi krijgt 20, omdat ik 48 stoks erin heb gestopt.
Oké. Hier. Ching! Nou, nu kassa! Kan je zien wat stocks doen. Hier, bij mij gaat die 17 omhoog, omdat ik natuurlijk meer gold erin heb gestopt. Mm-hmm. En dit is dus de manier hoe je Fortune Street wint. Ja, ja. Nou, nu moet jullie dus de keuze gaan maken. Ja, tuurlijk, alleen gaat hij naar boven. Maar ja, dat is het voordeel als je, net zoals ik, bijna op een monopolie zit. Je moet er een keer langs. Ja. Ja. En u, net want zag je moet geld gaan earnen. Wat je net zag is buy out the shop. Soms als je ready cash hebt, kan je een shop bij 5 keer de value hebben gedaan. Dat heb ik dus gedaan. Ja. Om te laten zien. Dat moet je bijna nooit doen. Nee. Alleen als je dus bijvoorbeeld een monopolie zou willen en gewoon genoeg cash hebt om het te kunnen doen. Anders moet meestal je nooit is het meestal wat vaakst volgens mij voorkomt is Nou ja, had je toch 1000 gold gehad als je die had gehad. Ah, dan wacht. 500, omdat je nog level 1 bent. Dus ja, want als je op de bank begint, dan is het altijd de eigen keuze waar je naartoe kan gaan. Ja, dus en in dit geval kan ik dus die kant op. Maar ja, waarom zou ik? Ik kan ook gewoon je property buyen! En deze jongen heeft nu een monopolie. Zoals je ziet, ik ga in de min. Maar qua stocks gaat dat wel goed komen, denk ik. Domination, desnoods verkoop ik huisjes. Dus ik heb nu al monopolie, dat is early. Hoppa, 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 en hoppa. Dit is echt hel. Nou, ik verkoop mijn stocks. Ik kan helemaal uitbuyen, ik doe het niet. Ik koop lekker 20 van mijn stocks terug. En dan sta ik weer in de plus. Nou, Jordi en ik verliezen allebei. Maar als Jordi bijvoorbeeld op die 410 nu landt, is hij gewoon bankrupt. Ja. Birdo, zelfde verhaal. Die heeft wat stocks. Ik krijg nu kapot veel geld. Dat is dus early Fortress Fit. Je hebt eerder kans. We hebben nu eerder kans dat iemand bankrupt gaat dan dat we dan dat iemand 10k krijgt. Jezus, Jordi, je hebt wel echt ongeluk nu. Dat is een van de slechtste kaarten die je kan krijgen. Zeker endgame. Dan word je gek. Ja, dus ik word gek. Je kan zeggen van heel veel kanskaarten helpen je. Het heeft ook een nadeel, dan kan je bijvoorbeeld geen properties kopen. Want ja, je moet wel op mama. Oh, brave. You're brave. Ja, hij heeft geen keuze. Nee, tuurlijk heb je geen keuze. Daarom hier, 40 gold alleen al van die lijn maken. Daarom. Oh, dat wordt mijn district. 100% dat wordt mijn district. Ik hoop het. Oh, nee, mijn eigen district. Dat is pijnlijk. Is dat. Voor één beurt of de hele tijd? Altijd. De hele tijd. Echt? Wat een kutspel is dit, zeg. Waarom speel je dit? Nee, het is helemaal geen kutspel. Het is een wereldspel. Nee. Kijk, het doet twee dingen. Het verlaagt wel de prijs van de shops, maar het verlaagt ook de prijs van de shops die nog gekocht moeten worden. Nou ja, je verliest dus nu 40 gold. Wow. Maar dat is gewoon RNG. Ja. Nou, nu dank je op jezelf. Ja, wat ik dus nu kan doen. Ik ga die doen. Ik druk deze in. Gewoon om te laten zien. Hoppa, als iemand daar nu op landt, fucked. Instant fucked. Als ik hier, zo 5 gooi, ben ik genaaid. Ja, als je 5 gooit. Of Birdo 4 gooit, is ook te lul. Hier, 19 gold. Ik sta nog steeds in de plus. En ik heb nog steeds stocks over.